zijn nu op het strand. We hebben een ijsje. Het ziet niet heel smakelijk uit, maar... Hoe is het? Wij gaan nu tussen het leren door even naar het strand lopen voor een beetje ontspanning. Ik ben vandaag bezig met het voorbereiden van mijn natuurkunde-examen. Ja, ik ben dus Marciano en vandaag heb ik mijn Nederlands examen en ik ben best wel zenuwachtig. Wat ik wel effectief vind is om een soort van wekkertjes te zetten. En dan om het uur bijvoorbeeld en dan nadat je een uur hebt geleerd gewoon even 10 minuutjes even wat anders doen. We hebben net even onder het leren even een kleine snack gehaald. Ik ga straks nog naar Robin, want het is nu ongeveer 9:30. En de toets begint pas om 2:30. Nou Joost, echt atleet hoor. Een andere goede manier vind ik zelf van een beetje ontspanning is even te gaan lopen met de hond. En nu hebben we zelf geen hond, maar de buren wel. Hey. Nou, dat is Neeltje. En dan gaan we zo weg, maar eerst even ontbijten. Dat is natuurlijk ook belangrijk, want je kan daar niet met een lege maag gaan zitten. Nou, we zitten hier dus weer en ik heb mijn brief bijna af. Dus over 2 dagen hebben we wiskunde-examen en we zitten allebei best wel zenuwachtig. Nou ja, ik sta er eigenlijk niet echt heel goed voor, dus het is eigenlijk nog, gaat er nog wel een beetje omspannen. Ik ben nu nog even met Neeltje aan het lopen, maar dan gaan we zo weer door. Ik word een beetje gek aangekeken door mensen, maar ja. Vlog live, hè? Ik denk dat jullie vaak in deze vlog te horen gaan krijgen dat ik gestrest ben. Vandaag is Duits aan de beurt. Ik heb Duits, Juliet heeft vandaag niks, dus die heeft een dagje vrij. Dan moeten we zo helaas naar school. Ik hoef alleen nog maar pennen mee te nemen. Wij op school hebben zelf onze woordenboeken daar, die mogen we niet zelf meenemen. Hoop ik, niet dat ik daar straks aankom, dat ik dan geen woordenboek heb als enige. Ik heb mijn woordenboek bij me, voor de zekerheid. Succes! Oké, ik ben hier op school, misschien ook wel leuk om te weten. Dit is altijd mijn kluisje geweest, 512. Maar ik heb mijn kluisje dus niet meer, dus dan moet ik ook nog voor betalen straks. Ik zit geloof ik ergens daar zo. Wij hebben dus net Duits gehad en ik vond op zich wel goed te doen. Ik ben klaar en hoe ging die? Ja, matig. Ik loop echt net de zaal uit en het was eigenlijk best wel te doen. Hoe vond jij gewoon? Ja, bij mij ging je ook wel goed, maar het ligt echt aan de normering. Het was alleen wel echt heel warm in de zaal. Het was een beetje broeierig. De hele zaal staat natuurlijk voor omdat iedereen Nederlands heeft. Verder ben ik benieuwd of jullie examen ook goed is gegaan. Als je examen had gehad, laat het je onder weten hoe hij is gegaan.